Hij had andere verkering en heeft haar naar huis gebracht. Na een feestelijke kermis door de weiden van de nacht. Wat er toen precies gebeurd is, werd ons nimmer toevertrouwd. Maar ze trouwden na 3 maanden en zijn 60 jaar getrouwd. Toen hij als een goed verliezer naar het stadhuis ging met de bruid, hield zij steeds als camouflage haar bosbloemen voor haar buik. En al zijn de ooggetuigen nu al dood of heel erg oud, dat ze lachten in hun vuistje, dat is iets dat men onthoudt. Als er iemand nu zou vragen, was er liefde in het spel? Ach, hij heeft haar nooit geslagen, dus misschien een beetje wel. Ze zijn bijna aan het einde van dat Ooh.